En dan tenslotte een onderwerp waarover we nauwelijks meer iets durven te zeggen. De hele week heeft het KNMI beloofd dat het beter weer zou worden en dat we een zonnig weekeinde zouden krijgen. Maar dat zit er, geloof ik, toch niet in. Weerman Han Mellink. Inderdaad, we zijn duidelijk te optimistisch geweest. Het wordt dit weekend wel iets beter, maar met de zon valt het zeker tegen. En ook de temperatuur wil niet zo snel omhoog als we oorspronkelijk dachten. Vandaag zag het er nog even hoopvol uit, althans in het oosten van het land. Daar begon de dag met zon, maar vanmiddag raakte het er weer snel bewolkt. Hoe dat ging, kunnen we u laten zien aan de hand van bewegende satellietbeelden. En waar u op moet letten, is op wat er gebeurt in die gele cirkel. Daarbinnen ligt namelijk ons land en u zult zien dat bewolking uit Duitsland in de loop van de dag naar onze omgeving toedrijft. De eerste beelden zijn van vanmorgen 10 uur, toen dus nog zon in de oostelijke provincies. Daarna vanuit Duitsland meer bewolking en aan het eind van de middag was het in het hele land weer zwaar bewolkt en viel er zelfs wat regen. Die regen en bewolking hangt samen met dit lage drukgebied. Dat trekt de Noordzee op en zal uiteindelijk daar moeten verdwijnen. Dan kan dit hoge drukgebied wat dichterbij komen, maar dat gaat erg langzaam. Vandaar dat we verwachten dat het morgen nog wel de hele dag bewolkt zal blijven. En misschien valt er zelfs nog wat regen. Veel zal het niet zijn, wat lichte regen of wat motregen. Wind, eerst zwak en veranderlijk. In de loop van de dag draait hij naar het noordwesten en kan hier aan de kust even toenemen tot windkracht 5, een vrij krachtige wind. Temperaturen die zaterdag zeker nog aan de lage kant zijn. Zondag ook nog een noordwestenwind. Dat betekent dat het aan de kust bewolkt blijft. Misschien dat er in de loop van de dag wat verder het binnenland in wat zon gaat komen. De meeste kans op zon maken Brabant en Limburg. En daar waar de zon doorkomt, kan de temperatuur even oplopen tot een graad of 10 of mogelijk zelfs nog iets hoger. Maar zeker aan de kust blijft het nog aan de koude kant. Dit weekend niet het mooie weer dat het KNMI u deze week heeft voorgehouden. Toch vergeleken met de laatste dagen wel iets beter. Althans zondag, wat meer zon dan. En een iets hogere temperatuur. En ja, daar zal u het dit weekend mee moeten doen. En volgende keer beter, Han Mellink, hoop ik. Dat was het 10:30 journaal. Goedenavond verder.